Zit het ziekenhuis straks in je broekzak? Dit is de Universiteit van Nederland. Meneer Jansen is in de auto van zijn zoon onderweg naar het ziekenhuis. Zijn zoon heeft vrijgenomen omdat ze met de auto naar het ziekenhuis moeten gaan. En de parkeerplek zoeken op het bovenste plek, helemaal achterdoor. En meneer Janssen is geopereerd aan een heup een paar weken geleden en moet op controle bij de dokter. Haastend naar de afdeling komen ze twee minuten voor de afspraak op de afdeling aan, waarbij de secretaresse op de afdeling zegt, het loopt een beetje uit, neemt u even plaats. Tien minuten nadien worden ze naar binnen geroepen, net op het moment dat ze een nieuw bakje koffie willen nemen. En komen ze bij de dokter aan tafel, die vraagt, en hoe gaat het nou met het herstel? Meneer Jansen zegt, nou prima, mooi, zegt de dokter. Dan plannen we nu de andere heup, ik zie u over zes weken weer. En meneer Jansen gaat met zijn zoon terug, weer naar huis, met diezelfde auto, en dat was het dan. Dat is de manier waarop we voor een deel nog steeds de gezondheidszorg hebben ingeregeld. En als je dan het nieuws kijkt en ziet dat we het hebben over zelfredende auto's op autopiloot, over telefoons waar je tegen kunt praten die je antwoord geven en taakjes oplossen, dan zie je dat daar een verschil in zit. En dat vinden we best raar. Hoe kunnen we daar op een goede manier proberen stappen in te zetten om die twee werelden meer bij elkaar te krijgen? Het roept misschien ook gelijk de vraag op: waarom zouden we? Nou. We lopen tegen een verdubbeling van de zorgvraag aan. Met niet meer geld, waarschijnlijk met hetzelfde geld of misschien iets minder. En dat betekent dat collega's van mij die vanochtend acht patiënten op hun polykliniek hebben gezien, dat 16 patiënten worden met waarschijnlijk drie collega's minder. Dus dat gaat knellen, dat gaat niet passen. Daar zullen we oplossingen voor moeten vinden. En misschien is die technologie wel een oplossing daarvoor, of in ieder geval voor een deel. Althans, dat is wat we proberen voor elkaar te krijgen. Ik zou u graag even mee willen nemen naar 125 jaar geleden. Toen de gezondheidszorg er nog anders uitzag en de dokter echt alleen maar op huisvisite kwam om te kijken wat er aan de hand was. En alle apparatuur en alle outillage die hij had, zat in zijn dokterstas. En het werd daar thuis gedaan. En gaandeweg kwam er nieuwe techniek, die groter werd, zwaar werd, duur werd. En die zijn we in huizen gaan zetten die we ziekenhuizen genoemd, alleen de ziekenhuizen. Op dit moment zien we nieuwe technologie komen die dingen weer kleiner maakt, die dingen goedkoper maakt, die dingen makkelijker maakt. En ook slimmer maakt. En misschien zit wel in dat traject ook een oplossing om dingen op een andere manier voor elkaar te krijgen. U kunt al heel makkelijk het aantal stappen meten die u neemt. Misschien mag ik u een vraag stellen wie er van u op zijn telefoon het aantal stappen aan het meten is. Dat lijkt er nu maar een stuk of zes. Mag ik u eens vragen wie er een iPhone heeft? En wie van u heeft Apples Health uitgezet? Dat zijn er maar twee. De rest houdt zijn stappenkeurnetjes netjes bij. Vrees niet, het staat op uw telefoon, het komt er niet vanaf. Maar wat mij omgaat is, we nemen in toenemende mate zelf data op waar we misschien in een ander moment iets mee zouden kunnen gaan doen. Waarbij we niet alleen patronen kunnen herkennen, maar misschien zelfs ook wel voorspellingen kunnen gaan doen. En uiteindelijk misschien zelfs wel uw lifestyle, uw leefstijl kunnen aanpassen om u langer gezond te houden. Interessant om te zien is dat we in toenemende mate dingen kunnen. Wie van u heeft er in de laatste week met familie, vrienden, bekenden of collega's geskypt of met FaceTime aan de slag geweest? Nou, dat is toch een dikke 80%. Dat was tien jaar geleden overigens wel anders. Een interessante vraag zou misschien zijn, en wie van u heeft dat het, het laatste jaar gedaan met zijn dokter of verpleegkundige? Niemand. U gebruikt het bijna allemaal op dagbasis. En iets wat voor u gemeengoed is, waar je vroeger een aparte ruimte voor nodig had, met apparatuur die tienduizenden euro's kostte op één vaste plek, waar een aparte medewerker voor was om het aan te zetten. En nu technologie in een telefoon met één druk op de knop gebruiken we niet voor de zorg. Hoe fijn zou het zijn om dat op die manier voor elkaar te kunnen krijgen? Dat de techniek snel gaat, wil ik u graag aan de hand van een drietal voorbeelden laten zien. Voorbeelden die een beetje illustreren hoe snel dat het ook gaat, maar ook op welke manier dat dingen kunnen. Ik heb een echo-machine bij me. U zou misschien verwachten dat een echo-machine nog steeds zo'n groot apparaat op wieltjes is, zoals een kopieerapparaat. Nou, heb ik nieuws voor u? Ze zijn tegenwoordig iets kleiner. Ze komen al uit een binnenzak. En als je dat met die binnenzak uiteindelijk koppelt aan de smartphone of aan de tablet op die manier. en ik kan het hier nu natuurlijk niet doen, maar ik zou het dus op mijn borst zetten. en op die manier kijken naar mijn hart. kun je dus op die, op die wijze keurig netjes zien wat er aan de hand is. Dit is geen technologie die nog helemaal in de handen van patiënten en consumenten zal komen, maar nu eerst bij de huisarts gebruikt zal gaan worden, vervolgens misschien wel op de ambulance, maar uiteindelijk misschien ook wel voor dames die in verwachting zijn om thuis een aantal zaken te kunnen meten, waarvoor ze niet meer apart naar het ziekenhuis hoeven. Dat is een mooi voorbeeld denk ik. Ik heb een ander voorbeeld in mijn zak zitten. Je zult zeggen, er komt van alles uit zijn jas en uit zijn broekzakken. Twee kleine oordopjes die draadloos zijn, die ik op kan laden. Op het moment dat ik ze in mijn oren heb, kan ik naar mooie muziek luisteren. Als ik drie seconden naar boven kijk, zegt hij, je bent in Amsterdam, je kreeg, ik zal je het weerbericht eens even voorlezen, want dat wil je vast weten. En op het moment dat ik dat doe, meten 128 sensoren mijn hartslag, het zuurste verhalte van mijn bloed, het aantal stappen wat ik heb gezet, en een hele hoop andere zaken. En je kon erop wachten totdat dit, zoals we dat netjes zeggen, mainstream ging. Nou, je hebt misschien gezien dat een partij als Apple recent ook draadloze oordopjes gemaakt heeft, daar zitten nog geen sensoren in, maar gelooft u mij, in versie 2 of 3 zitten ze er echt wel in. En dan een pleister. Een pleister waarmee we uh, op de borst van een patiënt negen vitale parameters, zoals we dat noemen, kunnen meten. Van hartslag tot ademhaling en een aantal andere zaken. Ik heb hem bewust opgedaan voor u vanavond. Op deze manier kan ik een aantal metingen uitvoeren. En met mijn smartphone meet ik op dit moment keurig netjes niet alleen mijn hartslag, maar maak ik ook een echt hartfilmpje, om een voorbeeld te noemen. Maar ik kan ook. Kijken wat mijn ademhaling is en ik kan zelfs kijken hoe hoog mijn stresslevel is. En u snapt dat dat nu iets hoger is dan een paar uur geleden. Dit soort zaken zijn dus gewoon mogelijk. En we hebben met deze pleister puur toevallig, omdat we dingen uit hebben geprobeerd, zijn we erachter gekomen dat als je de hartslag, en dan met name de variatie tussen die hartslag meet, en dat legt naast mensen die diabetes hebben, wat hun glucosegehalte is, kun je een heel interessant iets ontdekken. En dat hebben we in een klein plaatje gestopt. U kunt in dit plaatje zien dat de blauwe lijn wat de hartslagvariabiliteit is, en de rode lijn is de glucosewaarde. En op deze lijn kunt u eigenlijk zien dat we denken, en we onderzoeken dat op dit moment, 30 minuten voordat iemand de zogenaamde hypo krijgt, ontregeling van je glucosewaarde, dit al kunnen voorspellen aan de hand van uw hartslag, die u misschien wel meet met een horloge of met oordopjes of op een andere manier. En eigenlijk tegen u zegt, gaat u even aan de kant staan, want u zit in de auto, want dat konden we ook zien, want die telefoon zat in uw zak. En pak even een snack om te voorkomen dat het dadelijk fout gaat. Dit soort technologie maakt het ons straks mogelijk om dingen veel sneller ook voor elkaar te krijgen. En de patiënt kan daardoor ook gewoon veel meer informatie krijgen en op basis daarvan ook eerder ingrijpen op het moment dat het nodig is en ook bewuster met een aantal dingen omgaan. En dan helemaal als er dadelijk altijd een overal internet is, want daar gaan we naartoe. U zult misschien denken, op alle plekken is nog geen internet. Partijen als Google, als Facebook zijn bezig om in space, zoals ze het noemen, internet te maken, om straks te zorgen dat op iedere vierkante millimeter op deze aardbol. En gewoon internetdekking is. En waarschijnlijk ook nog wel een keer gratis en voor niks. Dan hoeft u niet eens meer voor te betalen. U krijgt daar wel advertenties voor natuurlijk. U zult zeggen, als dat soort techniek er ja, dan is, waarom gebruiken we dat dan niet? En dat is de spanning die erop zit. Is het veilig? Krijgen we het betaald? Ik heb 17 jaar lang geleerd om het op deze manier te doen. En nu komt de computer mij vertellen dat die beter is? Het is natuurlijk best moeilijk. Het gaat over allerlei zaken die we best lastig vinden. en waar ook het adoptievermogen, adaptievermogen van mensen in de zorg. best op de proef gesteld wordt. en we ook bang zijn voor ruis en wie verantwoordelijk is. En wat ik interessant vind om te zien, dan is dat er een soort van sociologisch fenomeen gaat ontstaan. wat we soms ook wel, en daar gaat de vergelijking mank, bij dieren zien. En vooral bij de meest innovatieve diersoorten ter wereld. U wist vast dat dat pinguins waren. Waarbij je ook op de filmpje netjes kunt zien dat de paniek een beetje toeslaat aan de rechterkant. als we een innovatie proberen te overkruisen zoals die draad die in het midden staat, en dan al helemaal als iemand door die linie heen breekt. Diegene die door die linie heen breekt is die innovator die ook gevolgd wordt door anderen die natuurlijk ook met vallen en opstaan, letterlijk, proberen de energie te sparen, die ik daar, proberen een aantal zaken voor elkaar te krijgen. En hoe meer die lijn overgaan, hoe groter de weerstand wordt, tot op een moment zelfs dat je zelfs gaat zien dat mensen echt gaan protesteren omdat ze bang zijn niet alleen voor hun eigen baan, maar ook voor de manier waarop dingen gedaan zijn. U gaat dat hier aan de rechterkant op dit moment. U hoort ze zelf al. Is dat nou logisch? En ja, natuurlijk is dat logisch. Waar het vooral om gaat, is dat we daar oog voor moeten hebben en dat we op een goede, gecontroleerde manier, door middel van onderzoek, moeten kijken wat mogelijk is. Alleen de traditionele manier van onderzoek doen was dat we vier jaar lang keken of dat iets werkt en daar een aantal promovendus op uh, hadden zitten. En de nieuwe manier is er ook vaak dat we in plaats van ns 500, 500 patiënten nu gaan naar 100.000 keer ns1 in het tijdperk van 48 uur. Er is een grote corporate Apple in dit geval die heeft een, een, een programma neergezet waarmee je onderzoek kunt doen die in 48 uur tijd 18.000 patiënten includeert in hun eerste onderzoek. Dat doen we normaal gesproken als academische centra allemaal van Nederland gewoon vijf jaar over. Hele andere dynamiek. Kortom. Kijken naar de mogelijkheden die er zijn, merken we dat aan de ene kant patiënten zeggen: Wij willen het graag. kwart van de patiënten willen graag met digitale zorg aan de slag. Aan de andere kant staan professionals die zeggen: Ja, ze vragen het ons niet en we weten het nog niet. Ze dus moeten proberen die lijn te overbruggen, zeg maar. En ik denk dat digitale zorg natuurlijk een hele belangrijke is. Waarbij bijvoorbeeld in Amerika al hele grote zorginstellingen dat al voor meer dan de helft op deze manier proberen voor elkaar te krijgen. Mijn vraag is dan ook: Nog steeds komt het ziekenhuis straks in uw broekzak? Uw telefoon zit er al in, uw fotoapparaat van vroeger zit er al in, de grote videocamera die we vroeger hadden zit er al in en het geldt ook voor de zakjepannen om het zo uit te drukken. Er is geen reden om aan te nemen dat dat niet zo is, maar het duurt wel nog even, want we moeten het veilig, verantwoord en vooral met het blikveld voor de patiënt zelf op een goede manier doen.